Het Nationaal Jeugdparlement heeft is een inspraakorgaan en we hebben meer een adviserende rol naar de regering toe, naar de vakministeries. En dat is onze taak. Wat de mensen wel soms niet echt weten, is dat we niet in de uitvoering kunnen gaan. En dat is één ding dat we niet kunnen doen. Het is belangrijk dat we ten aller tijde blijven op het gebied van adviezen geven. En dat maakt ons hier soms heel zwak. En omdat het geven van een advies, soms kan het aangenomen worden, soms niet. Maar het is belangrijk voor ons dat we blijven pleiten, proberen te kijken naar modellen dat de regeerders ons serieus nemen en dat ze die zaken van ons meenemen. Is dat niet frustrerend? Nou, nogal op bepaalde gebieden is dat frustrerend, ja. Omdat je soms vanuit de jongere gemeenschap echt issues krijgt waar ze echt vragen dat we zaken gaan aanpakken, dat ze verandering willen in bepaalde cases. En wanneer je ziet dat er geen oplossing erin komt, dan is het wel frustrerend omdat zaken dan niet geholpen worden. En dan ben je in de positie waar je telkens weer aanstuit tegen het punt dat we niet functioneren, dat we zwak zijn en dat we inderdaad tandeloze tijgers zijn, ja. Hoe blik je terug op de periode die je achter je hebt tot nog toe vanuit het leidinggeven aan het parlement? Nou, sowieso vanuit het Nationaal Jeugdparlement van 2017 tot 2020, zeker waar ik de voorzitter ben, kan ik aangeven dat we hard hebben gewerkt om op het gebied van pleiten duidelijk laten weten waarvoor we geroepen zijn en wat we moeten doen, waar we voor verkoren zijn en wat de grondslagen zeggen, ordereglement, staatsbesluit, wat we in principe moeten doen. Die zaken heb ik altijd voorop gesteld, vandaar dat u ook merkt dat we af en toe heel veel tegenslagen krijgen vanuit de leiding of stakers vanuit het ministerie elke keer weer in discussie zijn om zaken recht te krijgen, omdat wij altijd als voorzitter gaan wij niet functioneren vanuit het subjectieve, maar altijd vanuit het objectieve. Wat zeggen de grondslagen? Wat moeten we meenemen? En we gaan het doen in het belang van de jongeren. En mocht het zo zijn dat mensen zich niet daarin kunnen terugvinden, individuen, groepen, partijen zich daarin niet kunnen terugvinden, dan denk ik dat we terug moeten gaan om te gaan evalueren waarvoor we geroepen zijn en wat zeggen de statuten. Tere plek wil leggen? Oh nee, dat niet. Ik denk dat het heel belangrijk is om duidelijk vast te stellen dat ik daarvoor niet in de politiek was. Nu pas ben ik erin gestapt. Het is belangrijk om mensen erop toe te wijzen dat de manier hoe Calvin Konicki dat heeft gedaan, dat de correcte wijze is om te handelen vanuit de functie van voorzitter zijn, vanuit de functie van jongerenvertegenwoordiger zijn. Dat je altijd het werk voorop stelt en niet laat beïnvloeden of niet inschikkelijk zijn op een gegeven moment. Dat moet het niet zijn. Dus wij vanuit, als ik mag aangeven dat het belangrijk is dat het voor mij nog steeds verder gaat met mijn werk. Op een gegeven moment heb je zo'n een taak op je. Je doet je werk. Op een gegeven moment zijn de jongeren zelf die vragen dat je de manier hoe je je werk doet en je functionering, dat het heel belangrijk is dat je verder gaat. Omdat we je daar zien, de roeping moet er zijn. En inderdaad is die roeping gekomen om verder te gaan helpen, verder te gaan dienen. Ik denk dat het te maken heeft met hoe je leiding hebt gegeven aan het instituut. Wat heb je voorop gesteld en wat is je houding altijd geweest? Welke leiderschapkwaliteiten heb je met je mee? En ben je ook iemand die bereid is samen te werken? Ben je ook iemand die bereid is te gaan voor de veranderingen die wenselijk zijn? Welke zaken zet je voorop? Zet je altijd dat van jou voorop of zet je altijd dat van de jonger voorop? Dus dat heb ik gedaan en wanneer je dat hebt gedaan, dan ga je verder met het dienen. Ga je verder met het helpen om in vorm en inhoud te geven aan het jongerenbeleid. Maar ook nu dat we Suriname voorop gaan stellen en dat we gaan zorgen dat we Suriname bij elkaar houden. Waarom niet de ABOP? Als de ABOP de partij is waar er niet gesproken wordt over kansen geven aan jongeren. Daar is men van bewust dat sowieso jongeren en ouderen het samen moeten gaan doen. Je komt er niet meer onderuit om de jongeren niet mee te nemen in het systeem van politiek voering. De jongeren moeten ook erbij zijn en we gaan het samen moeten doen. Het is heel handig voor de jongeren om zelf te weten dat je moet genieten van scholing. Dat het belangrijk is om te werken aan de persoonlijke ontwikkeling, werken aan de persoonlijke groei. Maar je komt er niet meer onderuit. En bij de ABOP zijn ze wel van bewust dat jongeren het samen moeten doen. Ik geloof ook
dat het belangrijk is voor jonge politici om te gaan voor het dienen, maar dat ze ook een opvoedende taak hebben naar de jongere gemeenschap toe. En wanneer je daar bent, dan wil ik zeker helpen, ja, op het gebied van niet alleen maar dienen, maar ook vanuit de ABOP ervoor zorgen dat we een opvoedende taak hebben als politici naar de samenleving toe. En vanuit de ABOP ben ik tot de conclusie gekomen dat ik dat daar het best kan doen. En ook verder is de ABOP de partij die zich sterk maakt voor armoedebestrijding. En ik denk dat het handig is om te werken aan het stukje armoedebestrijding in Suriname.